Als u goed kijkt, ziet u nog net een stipje over het viaduct komen blazen. Paf. Dat is onze motorrijder. Ging hard. En die ging inderdaad erg hard. Als wij de weg opdraaien, is hij al bijna uit het zicht verdwenen. En ondanks snelheden van over de 215 km per uur, loopt de motorrijder nog op ons uit. Dan verlaat de motor de autoweg en zouden we eventueel bij kunnen komen. Maar ook nu nog is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Als een dolle gaat de motorrijder er weer vandoor. Later zou blijken dat de bestuurder eveneens onder invloed verkeert. Iets dat je bij motorrijders minder vaak tegenkomt. Zo'n kenteken mee. 67. Zeg, loop. Een kenteken hebben. Er wordt uit alle macht geprobeerd het kenteken te lezen. Voor het geval dat. Even goed kijken. Als even later het verkeerslicht op rood staat en de motorrijder daarvoor stopt, gaat het blauwe zwaailicht aan en wordt er optisch en verbaal een stopteken gegeven. Zet de blauwe pit maar. Hé, hey, aan de kant, nu! Politie, aan de kant! Zwolle, we hebben een achtervolging. Tja, en wat begin je dan met een auto tegen een bloedsnelle motor met daarop een aangeschoten bestuurder? Nou, dat hangt ervan af hoe de samenwerking met de andere collega's is. Ja, yes, is correct. Richting de zon, richting de Vechtbrug. Hij is helemaal gek. Zijn er nog auto's in die omgeving? 1232, die is op weg naar huis, die rijdt dus de achterlaat terug naar Eckhart. Ja, kort, dat is hem. Ja, en dit is dus na een achtervolging van exact 50 seconden een klassiek voorbeeld van einde oefening. Hij staat er al. Jongen. Je brengt mensen gevaar, man. Wat blieft? Je brengt mensen gevaar daar op die kruising. Ja, ik weet het. Leg maar neer. En ik meld me netjes dat ik van de politie ben. Ja, weet ik. Gas! Weet ik. Sorry dat ik zo reageer, maar het is ongehoord, jongen, wat je doet. Heb je rijbewijs bij je? Nee, niks. Ook nog niet? Nee. Motorfiets is in beslag genomen en je rijbewijs ingevorderd. Aangehouden om 10:45. 10:50. En zo raak je dus je rijbewijs kwijt en je motor. En dat doet pijn. Om iemand anders met jouw motor, waar jij dus niet meer op mag rijden, te zien vertrekken. Maar relatief gezien loopt alles nog goed af, want... Jongen, vanzelf rijden nu te basten, kunnen wij naar je vrouw toe. En waarom?